Goedemiddag kijkers, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik 4 nachten vissen in de visput van een dijk. Ik heb mijn voerplekje heb ik al klaargemaakt, mijn hengels heb ik al opgetuigd, alles ligt al klaar, dus ik ben helemaal klaar om te gaan slapen. Maar goed, hopelijk wordt het een drukke nacht, maar dat weten we natuurlijk nooit van tevoren. Is volgende intuning, is met een vis in mijn handen, dus veel kijkplezier. Nou kijkers, de eerste vis is binnen. Gisteren de hele nacht niks gevangen. Super harde wind gehad, veel regen. Hij liep net af. Niet de grootste van het water, maar goed, misschien komen er nog meer. Hij is een beetje druk. Ze zeggen wel eens hard werken wordt beloond. Nou goed, met deze temperatuur is elke vis die telt dubbel. We gaan hem snel terugzetten. Nou kijk eens, ik gooi net de hengel terug waarmee ik een vis heb gevangen. En binnen 5 minuten loopt hij weer af. Dus ik denk dat de vis eindelijk de voerplek gevonden heeft. Heel klein visje. Hopelijk worden ze nog groter vannacht. Maar goed, in ieder geval niet geblankt deze sessie. We gaan hem weer terugzetten. Nou kijk eens, we gaan gelukkig weer de goede kant op. Ze worden weer een klein stukje groter. Nog niet echt het slag waarvoor ik kom. Maar goed, vis is vis. We gaan hem weer terugzetten. Nou kijk eens, ik heb vannacht om 3 uur mijn hengels eruit gehaald, omdat het gewoon echt niet te doen was vanwege de kou. Het is nu nog steeds super koud. Hier doen we het uiteindelijk voor. De bek is wel helemaal kapot. Ik denk dat dit ook gewoon een hele oude vis is. We gaan hem weer laten zwemmen. Thank you.
van de nacht is weer binnen. Ik heb geen weegschaal mee. Maar aan de bouw van deze vis te zien, denk ik dat deze vis nog wel eens rond de 15 kilo kan gaan. Ik ga hem snel aan jullie laten zien. Nou kijk eens, eindelijk een vis waarvoor ik ben gekomen. Ik heb hem gevangen op een single bolie met een beetje voerpellets erbij. Ik denk dat hij ongeveer een kilootje 15 is. We gaan hem weer laten zwemmen. Nou kijk eens, ik krijg net een super harde aanbeet. Echt niet normaal. En het is ook nog eens een super mooie spiegel. Dit soort vissen mogen vaker voorbij komen. Gaan hem weer terugzetten. Nou kijk eens, jullie zagen dat hij net goed hard vandoor ging. En ik ben gewoon weer super blij met deze vis. Gevangen op de Scopex bolie. 20 mm. Ik ga nog even een paar fotootjes maken. En dan laat ik hem weer rustig zwemmen. Nou kijk eens, allereerst super bedankt voor het kijken van deze video. Ik heb totaal 3 nachten gevist in de visput van een dijk. Mijn bedoeling was eigenlijk 4, maar er is even wat tussen gekomen. Ik ga hier zeker vaker terugkomen, omdat ik best nog wel benieuwd ben naar het bestand wat hier zwemt. Vonden jullie dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog en tot de volgende video.